Goedemorgen iedereen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag is de dag dat ik mijn extensions terugkrijg. Woehoe! Hier heb ik echt keihard naar uitgekeken. Ze zijn er maar 2 weken uit geweest. Maar toch, I missed them so much. Dus vandaag ga ik naar Hair Advice voor een hele haar makeover. Ze heeft ook een heel nieuw kapsalon, dus ik ben super benieuwd om het te zien. Eerst ga ik even nog aan de winkel stoppen voor een bloemetje. Oké, we hebben nu lakjes getrokken, dus zo om het een beetje op te frissen terug. En hoe ziet het er zo uit? Oké, ik ben terug thuis ondertussen. En this is my hair. De extensions zitten er allemaal terug in. Ik heb 125 stuks in mijn haar. Dus voor de mensen die dat gaan vragen. De kleur, dat kiest Shana. Allee, Shana doet altijd zo een, hoe noem je dat? Die kijkt naar mijn haarkleur en die pakt extensions die daar het beste bij zijn. We hebben mijn eigen haar ook wel een beetje opgefrist met toner. Dat is mijn eigen haarkleur. Maar er zit wel een toner in dat het zo een beetje assiger maakt. En daardoor heb je gezien dat de extensions momenteel wel een klein beetje warmer zijn. Maar die moet ik de eerste keer wassen met purple shampoo om die warmte er wat uit te halen. Ze zien er heel lang uit momenteel wel. Maar dat is ook wel omdat ze stijl zijn en niet gekruld zijn. Maar I like it. Dus achter zien ze er zo uit. Ik ben heel blij en zoals jullie kunnen zien heb ik ook zo een curtain bangs vroetje laten knippen. Dus ja, ik hoop dat ik dat zelf zo wat kan blazen zoals het nu is. Maar ik denk het wel, maar ik vind het wel mooi en ook als ik dat dan achter mijn oren doe is dat zo. Of als ik een staart doe, dan zijn die curtain bangs, ja ik ga dat nu niet te goed doen, maar jullie snappen wat ik bedoel. Dan zijn die curtain bangs er ook zo wel uit. Had ik vorige keer ook, maar vorige keer had ik het wel iets langer, de curtain bangs. Ik denk tot hier. Nu heb ik ze korter. Ook omdat ik tijdens de corona zelf mijn vroeg een beetje had geknipt. Allee, die stukjes. En dat was veel te recht. Dus Shana heeft daar nu bij gewerkt. Laat mij weten in de comments wat jullie van mijn haren vinden. Ik had het ook al op Instagram gepost. Ik zag wel dat iemand zei, ik vind het te lang. Maar ja, ik weet het niet. Ze zijn natuurlijk nu ook wel stijl. En als ze in krullen zijn, dan is het ook wel anders. Ik heb weer 50 centimeter hetzelfde als ik altijd neem. Dus het is niet langer als vorige keren of zo. Dus het is eigenlijk gewoon dezelfde lengte. Maar ik ben er super blij mee. Echt, Shana en Brent, die doen dat samen. Bij Hair Advice zijn echt de best. Echt waar. Nu weet ik altijd zo goed wat ik wil. Dus echt super fijn. Ik zeg ook altijd, doe maar. Ook met de touch-up en de verzorging en de toner en de stuks en mijn vroeken. Omdat ik daar ook gewoon echt op vertrouw. Hallo, het is hier met Alyssa Loop. Ik bel nog eens even om te horen hoe het ondertussen met mijn kat Muffin gaat. Ja, kun je even een beetje nog? Ja, dank u. Bedankt voor het wachten nog. Muffin maakt al niet goed. Ze heeft wel nog niet willen eten vandaag.
maar ze is wel alert. Ze zoekt niet in niks te krijgen. We hebben het van de vervangen ook aan. Oké, en ze heeft nog altijd niet gegeten, wel niet? Nee, ze heeft nog niet gegeten, maar ze is als ze. Ja, ze is wel zo miauwen en zo, dus ze is wel levendig. Ja. Nu, het is normaal voor een kat om hier niet direct te willen eten, omdat ze toch in een situatie zijn die niet thuis is. Ja, okay. Dus ze maken niet altijd direct een probleem van. Ja, oké. Okay. Natuurlijk langer, enkele dagen gaat duren, is een ander verhaal. Ja. Maar nu direct gaan we dan nog niet voor aan de alarmbellen trekken. Ja, oké, dat is goed. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Oké, okay, ook, dag. Oké, ik heb zo net naar de dierenarts gebeld, nog eens. En Muffin wil nog altijd niet eten. Voor degenen die mijn Instagram niet volgen en niet op de hoogte zijn. Mijn kat Muffin heeft gisteren van leliebloemen gegeten. En die zijn er het schijnt heel giftig. Dus ben ik direct naar de dierenarts gegaan in Hasselt. En Muffin moest daar blijven, omdat hij anders nierfalen kon krijgen. Dus ik ben naar de dierenarts gegaan ermee. We zijn vandaag de dag een dag later. En ik heb deze morgen gebeld. En toen zei ze dat Muffin eigenlijk hetzelfde, dat ze levendig is. En ze miauwt wel en zo. Maar ze wil niet eten. En ondertussen wil ze nog altijd niet eten. Maar oké, de dierenarts zegt dat ik er me geen zorgen over moet maken. En dat dat normaal is. Misschien is ze ook wel gestresseerd natuurlijk in de situatie die ze zit. Dus let's hope, fingers crossed, dat alles goed komt met mijn klein meisje. En Milky ligt hier. Milky jankt heel veel. Nu is ze maar even stil, maar telkens als ik thuis kom, terug binnenkom, als hij even alleen is geweest, dan jankt hij echt heel veel. Hé, Milks. Ik ga hem. Ik ging normaal deze avond naar Niels. Maar ik weet niet als ik dat ga doen. Aangezien Milky zo alleen is anders en die is al van 11 uur vandaag tot 4:30 alleen geweest omdat ik naar de kapper was. En heeft natuurlijk Muffin niet, anders dan vind ik dat niet zo erg om die een nacht alleen te laten. Omdat ze elkaar hebben, maar nu ik ga nog nadenken. Oké, even een update. Ik ga niet bij Niels slapen. Maar Niels en ik gaan iets eten op restaurant, want de restaurants zijn van gisteren of eergisteren. Gisteren denk ik. Ja, het is vandaag dinsdag gisteren terug open. Dus we gaan iets eten bij de Floren in Geel en dan kom ik daarna terug naar hier. En dan kan ik bij mijn Milksje slapen, dat hij niet zo alleen is. En we zitten op ons eerste restaurantbezoekje sinds eind februari of zo, denk ik. Oh, dat is al lang geleden. Ik kan me zelfs niet meer herinneren. Ik ook niet wat het laatste was. Waar was het laatste? Heb je dat nog? Geen flauw idee. Nee. En hier hebben ze zo ook schermen voorzien tussenin, dus dat is wel heel handig. En je zit ver genoeg uit elkaar. We zitten trouwens bij de Floren in Geel. En het was heel lekker. Ons eten is al op. Maar ik had asperges met gerookte zalm. En jij had fideo. Asperges op Vlaamse wijze? Nee. Nee, je hebt op Vlaamse wijze, maar je hebt ook met gerookte zalm. En die had ik, gerookte zalm. Maar dat is op Vlaamse wijze met gerookte zalm. Wat dacht je? Ja, dat is wat ik bedoel. Ja. Oh. Nee, maar het was wel fijn hè, om nog eens op restaurant te gaan. Lekker ook. Ja, heel lekker. En we hadden ook zelfs voorgerechtjes. Dus ik heb wel foto's gemaakt, dus ik zal ze nu toevoegen. Oké, en nu gaan we naar huis vertrekken. Ik ga terug naar huis, zodat ik bij Milky kan slapen. En Niels gaat naar zijn huis. Dus we hadden gewoon een date night. En ik ga hier de vlog afsluiten. Hopelijk vond je het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat het een leuke comment na. En ik zie jullie snel weer.